Dit is Vamos, de podcast. Yes, welkom bij de tweede aflevering van de Vamos podcast. We zitten voor het eerst tijdens de opname van deze podcast in het Vamos-pand aan de Molenstraat 24 in Deurne. En we hebben vandaag een hele bijzondere gast, Brian, van het merk Off The Pitch, wat wij hier in de winkel hebben liggen. Brian, welkom. Dankjewel. Bedankt dat ik hier mag zijn. Nou, je bent hier niet zonder reden, want volgens mij gaat het allemaal best wel goed met Off The Pitch. Ja, we doen ons best. We groeien nog steeds. We zijn nog steeds niet waar we willen zijn. Maar met hard werken proberen we dat natuurlijk wel te verzorgen dat we daar komen. En de zomercollectie is bijna volledig uitgeleverd en daar wordt heel goed op gereageerd. De hoofdkopers zijn goed. Dus. Top. Hoe is het begonnen, Off The Pitch? Helemaal, als we helemaal teruggaan naar het begin. Als we terug naar het begin gaan. Off The Pitch is eigenlijk begonnen. Ik werkte hiervoor bij een drukkerij. Voor mezelf. En toen leerde ik Ferris van de Vlies kennen. Dat is de eigenaar van Premium Inc. En die zei eigenlijk van... die kwam binnen en die vroeg van... lukt het om jou een Cruijff 14 shirt te maken? Dat is een naam, nummer shirt, zeg maar. Nou, dat deed ik eigenlijk. Binnen 5 minuten heb ik dat shirt gemaakt. En toen zei hij van... wauw, oké, wat doe je nog meer? Ik was best wel geïnteresseerd in het feit van dat het zo snel ging. En toen vroeg hij, wil je samen een merk starten? Zei ik, merk starten? Nou, toen ging ik naar kantoor, gingen we praten. En, het viel gelijk goed eigenlijk. En zo zijn we gestart met Off The Pitch. Want het bedrijf wat jouw partner dan, zeg maar, of jouw business partner dan, zeg maar, had, dat deed al iets in... Ja, Premium Inc. doet ook Cruijff. Cruijff Sports. Cruijff Classics. Meba. PME. Lascolana. Up. Dat doen ze. En Robai Sportswear. Okay. Dus ze zijn al, zeg maar, een house of brands. Ze zijn daar natuurlijk in gespecialiseerd. En dus voor mij kom ik wel in een warm bad binnen. Dus ze hadden met fabrieken natuurlijk al contact. En ze wisten de infrastructuur met magazijnbeheer. En dat was er allemaal al. Dus ik hoefde alleen maar mijn designs en mijn netwerk te gebruiken om het merk te kunnen liften. Dus dat was wel fijn. Ja, ja, dus, maar hij was dus onder de indruk van jou... met dat kruisshirt van jouw designs. Ja. Heb jij ook een grafische opleiding genoten? Nee, dat is het grappige van alles. Ik ben van origine altijd voetballer geweest. En ik dacht altijd dat ik profvoetballer ging worden. En dat ben ik natuurlijk in het begin. Heb ik wel tot mijn 20e wel betaald voetbal gespeeld. Maar uiteindelijk niet doorgebroken zoals je wilt doorbreken. Maar al die tijd ook niet echt serieus met school bezig geweest. Dus voor alle luisteraars die voetballen, denk niet dat je er bent. Ga naar school, want dat is super belangrijk. Maar voor mij wist ik wel dat ik affiniteit met kleding had. Dus toen dacht ik van, wat ga ik nu doen na de voetbal? En toen begon ik eigenlijk vanaf mijn 21e al in een drukkerij te werken. Die uiteindelijk voor mij werd. En tot mijn 24e heb ik dat gedaan. Dus ja, zo is het ben ik een beetje in de kleding gerold. Maar dat voetballen vind ik ook wel interessant. Hoe is dat? Vanaf welke leeftijd ben jij eigenlijk? Ik ben laat begonnen. Vanaf mijn 8e of zo ben ik begonnen met voetballen. Bij Milplaat. En toen was ik snel gescout eigenlijk door Excelsior Rotterdam. Daar heb ik een tijd gespeeld. Toen ging ik naar RBC Roosendaal. Daar mijn debuut gemaakt. En toen ging RBC failliet natuurlijk. Toen ben ik naar Vitesse gegaan. En daar, een beetje het plezier in het voetbal verloren. En, bij Vitesse in het bijzonder? Ja. Hoe kwam dat zo? Ja, ik denk dat het kwam dat het daar gewoon overvol zat met allemaal spelers. En ik zelf misschien niet goed genoeg was. Dus ook niet altijd speelde. Ik had geen goed contract. Had geen contract eigenlijk. Je had reiskostenvergoeding. En ik kom uit een milieu waar mijn moeder natuurlijk niet heel veel geld had. Dus op een gegeven moment ben je 18 plus, moet je geld naar huis brengen. Want ze kan niet meer voor je zorgen. Nee. Dus dat was voor mij een keuze die ik moest maken. Ja, dan ga je heel snel naar de amateurs kijken. En daar kregen wij toen best wel een goed envelop. Waardoor je wel je moeder kan helpen en jezelf kan helpen. Dus toen koos ik daarvoor. Aha. En
toen ben je dus denk ik in die tijd daarna ook bij die drukkerij gaan werken? Ja, nou, de drukkerij bestond nog niet. Die ben ik eigenlijk samen met een man toen die bij Radar Uitvoering werkte, ben ik dat toen gestart. En dat was eigenlijk wel een gat in de markt. Want wij maakten shirtjes voor voetballers, voor artiesten, maar ook gewoon voor de plaatselijke kroeg. Maar de voetballer en artiest die kon zeg maar zijn special design bij ons laten maken. Maar de plaatselijke kroeg kon gewoon zijn logo drukken. En dat was best wel een leuke formule natuurlijk. Want als jij natuurlijk binnenkwam en je had iets gezien op internet. Vroeger had je van die teksten met plaatjes. En dat drukte dan op een shirt. Dus ik was eigenlijk een van de eerste in Rotterdam die dat deed. En zo maakte ik heel snel een naam. En zo is mijn netwerk ook best wel groot geworden door de drukkerij. Maar wat voor voetballers of artiesten kwamen er dan bijvoorbeeld bij jullie langs? Nou, de eerste foto die ik toen plaatste op Instagram was van Jorginho Wijnaldum, Patrick van Aanholt. Die dan een pak van me aanhouden. En Jason Cabral, die een pak van me aanhouden van Dream Chasers. En dat ging echt viraal. En zodoende kwam Feyenoord zit natuurlijk in Rotterdam, dus heel veel jongens van Feyenoord kwamen langs. Ruben Schaken speelde toen bij Feyenoord en dat is nog steeds een van mijn beste vrienden geworden daardoor. Maar je moet ook denken dat Rosanna Kluivert, de vrouw van Patrick Kluivert, daar heb ik ook een trui mee gemaakt. Een Say No to Racism. Dat zelf RTL Boulevard gehaald. Dus ja, uiteindelijk kwamen er gewoon best wel een breed publiek qua artiesten, influencers naar mij. Waardoor ik, als zij, mijn netwerk zo erg groot werd. Dat ik daar nu de vluchten van afwerp, zeg maar. Ja, want ik zie er heel veel kids in lopen in Off The Pitch. Het is wel echt... want het is hoe lang geleden precies gestart? We zijn begonnen in 2016. Mm-hmm. Ja, we zijn voor het eerst in februari online gegaan. En dat was wel echt dik. Omdat we in 2015, oktober, ben ik voor het eerst eraan begonnen. Met schetsen en designs maken. En toen zijn we online 2016, februari, 1 februari 2016 zijn we online gegaan. Mm-hmm. Ja. En hoe gaat het dan verder? Want ja, er zijn natuurlijk meerdere mensen. Ik zie het in de artiestenwereld ook wel eens, voetballers, die inderdaad ook een brand beginnen. En dan, hoe maak je dan, zeg maar, hoe ga je dan zorgen vanaf het moment dat het merk er is, dat het ook bij de mensen bekend wordt en dat het gaat groeien? Kijk, in het begin probeer je natuurlijk de juiste mensen in je merk te laten lopen, zodat de jeugd op Instagram daarop reageert, zodat jij een webshop order krijgt of dergelijke. Maar webshop is zo verdomd lastig, dat je een heel lange adem moet hebben voordat je er bent. Dus ik ging heel snel naar de retail kijken van oké, wie weet ik, of wie kan mij helpen zodat mijn merk bij een winkel terechtkomt, zodat zij erin geloven, andere retailers het ook gaan zien en dat het dan een balletje begint te lopen. Ja. En dat ben ik gaan doen. De eerste order was Gorilla in Rotterdam. De volgende afspraak heel snel. En dan die winkels waren wel, zeg maar, aantoongevend. Toen kwam Daily Fresh in Nijmegen, ja. Toen de balletje begon te rollen, ja, op een gegeven moment kwamen alle retailers wel inkopen. Omdat ik natuurlijk heel veel voetballers gebruikte als springplank. En toen de tijd, 6 jaar geleden, was het niet zoals nu. Toen deden merken dat niet heel vaak. Toen had je alleen Ballen die dat eigenlijk deed, van Demi de Zeeuw. Toen waren wij eigenlijk de tweede laagste merk die dat ook deed. Dus dat was wel mijn geluk eigenlijk. En als je dan op een gegeven moment, dan heb je zo'n... Ik kan me indenken, je bent er niet eens begonnen. Het is jouw kindje, jouw bedrijf. Wat was jouw eerste what the fuck moment van, zeg maar, van nu gaat het wel de echt eerste what the fuck moment was eigenlijk what the fuck toen ik zag dat Daniel Alves bij Juventus ging die tekenen voor zijn nieuw contract. En had hij gewoon een shirt van Off The Pitch aan. En ik had hem helemaal niet gesproken of helemaal niet... Dus die man kan uit alles kiezen. Die man heeft zoveel kleding, geld, wat hij kan kopen wat hij wilt. En dan pakt hij een Off The Pitch shirt en daarmee gaat hij zo'n nieuw contract tekenen. Dat was de eerste what the fuck moment. Wat gebeurt mij nu, zeg maar. Toen dacht ik, oké, we zijn wel goed bezig, volgens mij. Ja, en heb je nog meer van die momentjes? Want die volgen natuurlijk dan in ras tempo elkaar op. Ja, kijk, in het begin ging daar best wel goed op. Dat je bijvoorbeeld, daarna had ik Philippe Coutinho, die bij Barcelona een hoodie van ons aan had.
ook bij zijn tekenen. Schrok ik ook van, wat is dit? Maar nu heb ik het eigenlijk in andere dingen. Nu kan ik er zeer van genieten als ik op een festival sta. En ik zie gewoon een kwart van het festival met op de pitch lopen. Denk ik, wauw, oké. Ja. Dan kan ik daar nu echt van genieten. Omdat je ziet gewoon dat de doelgroep bereikt die je wil bereiken. Dus in principe je plannetje die je 6 jaar geleden bent begonnen. Zie je nu zeg maar gebeuren. Dus ja, dan, en we zijn er nog niet, hè, nogmaals. Maar ja, dat is wel natuurlijk fijn om te zien. Ja, en we zijn er nog niet. Wat is dan uiteindelijk? Kijk, ik ben hier niet voor. Ik spreek nu in de ik-vorm, maar ik ben met meerdere. Wij zijn hier niet om een merk te zijn voor een hype. We willen gewoon een stabiele merk worden. Waarbij je gewoon de volksmond of de pitch noemt. Over 10 jaar. Dat we nog steeds bestaan. Zoals bijvoorbeeld een Tommy Hilfiger of dergelijke. Dat zijn dingen die wij willen bereiken. En dat kan alleen maar door geduld. Door mooie spullen te maken. Met kwaliteit. En dat vast blijven houden. En vernieuwen. Heel veel vernieuwen. Vernieuwing brengen in je collectie. Dus niet vernieuwen op je bestsellers. Maar wel vernieuwing brengen in je collectie. Dus zodat je steeds begrepen wordt door je doelgroep. Ja, is dat moeilijk? Zeer moeilijk, want je doelgroep wordt ouder. Dus je moet voor je oudere doelgroep ook nog kleding maken. Maar voor je jongere doelgroep moet je ook wat brengen. Want de aanwas blijft nieuw komen. Dus ja, dat is soms wel eens lastig. En je moet de collecties, we brengen 4 collecties per jaar. En ik moet ongeveer 9 maanden van tevoren moet ik een collectie af hebben. Dus ik moet weten wat over 9 maanden leuk is. Ja. Dus dat is soms wel spittig. Dat kan ik me voorstellen, maar ben je daar nu echt helemaal alleen verantwoordelijk voor de alle designs? Nee, zeg maar? Zeker niet. In het begin wel. In het begin moest ik alles alleen doen, dus dat was wel eens pittig. Maar gelukkig heb ik nu een team. Dan heb ik een zeer getalenteerde productmanager, Roya. Met haar doe ik de designs en in principe ook de styles. Zij is daar wel verantwoordelijk voor. Dus zij komt met ideeën en dat soort dingen. Zijn wij klappen dan samen af. Maar Roya is voor mij heel erg belangrijk. Ja. Zoals we het net al hadden besproken, gaat het heel goed met Off The Pitch. En nu is mijn vraag, in hoeveel winkels liggen jullie zeg maar nu hier in Nederland? De afzet in Nederland richten wij heel erg op boutique. Het boutique gebeuren, zeg maar. Dus winkels zoals Famos. Mm-hmm. Dan liggen wij in een stuk of 80 à 90 boutiques. En dan hebben we nog 4 key accounts, waaronder de Bijkorf, Leeds in het noorden. Waar natuurlijk een mooie grote afzet hebben, zeg maar. En dan hebben we een stukje buitenland. Bijvoorbeeld liggen we in Curaçao. Ik was vorige maand, ik kom trouwens 3 weken geleden uit Curaçao. Omdat daar met een evenement met Broedliefde hadden. En daar verkoopt Off The Pitch het echt supergoed. Dus dan een feest, een Off The Pitch feest, ik Broederliefde. En we hebben samen ooit een collab gedaan met Broederliefde, met Off The Pitch. Dat was een hele kledinglijn? Ja, dat was een hele kledinglijn van Broederliefde samengemaakt. Hebben we dat toen samengemaakt en vorig seizoen uitgebracht. Dus die connectie is er met de jongens. En de jongens zijn in Curaçao heel groot. En Off The Pitch is in Curaçao big booming. Dus zo hebben we samen de handen in één geslagen en toen hebben wij dat in Curaçao eigenlijk een feest gegeven. Dat was echt super tof. Echt super tof. Dus in Curaçao liggen we. En dan was ik in november heb ik daar een store geopend. Waar ze Off The Pitch verkopen. Hadden ze me naartoe laten komen. Omdat ik bij moest zijn, zeg maar. Dus dat is wel echt. Dat was wel super leuk. Maar in principe liggen we ook in Zuid-Afrika, in Dubai, in Qatar, Kroatië. Zweden, Portugal, Frankrijk. Ja. Hoe komen die connecties dan tot stand? Hoe kom je dan uiteindelijk in Dubai terecht? In Dubai was zo dat een kickboxgroep in Dubai. Die had een keer Off The Pitch besteld via de website. Dat was hoe ze erbij kwamen, dat weet ik nog, dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Die winkels zag natuurlijk dat die kickboxgroep dat ging posten. En zo kwamen ze bij ons terecht. En dat was dan een hele bekende kickboxgroep of zo. Ze zijn wel jonge talenten uit Dubai die het goed doen daar zo. En dat is het stukje marketing. De juiste mensen moeten erin lopen. Waardoor winkeliers, retailers, je gaat benaderen. Ja. Dit is een stukje wat ik bedoel met
juist influencer, juist persoon, dan krijg je... Maar ook een beetje geluk. Dus als een voetballer een contract gaat tekenen in jouw shirt, of als een kickboxgroep dat toevallig bestelt, ja. Het is ook een beetje misschien... Ja, het leven bestaat uit een beetje soms geluk hebben. En ook ongeluk hebben. Weet je? Je hebt ook vaak gewoon dat je pech hebt. En dat is het weegschaaltje. Hè? Soms heb je wat mee, soms niet. En met een eigen merk is het best belangrijk dat je het vaak mee hebt, vooral in het begin. Omdat je wilt groeien, je wilt naastbekendheid, je wilt het goed doen. Maar ik kan je vertellen, in het begin heb je juist heel veel dingen tegen. Want je moet aantallen halen bij de fabriek. Klachten, dingen die je niet weet, die je misschien over vijf jaar wel weet. Zoals bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, 5 jaar geleden wist ik... Als ik mijn kennis van nu heb... 5 jaar terug? Nou, jeetje. Dan had ik, Wat is dan de allergrootste les die waar je echt tegenaan liep? Dat je dacht van rustig blijven. Ja, ja. Rustig blijven. Niet te snel willen. Stap voor stap werken. Dat is het echt. Want ik wou veel te veel en voorraden kopen. Daar heb ik van geleerd. Ja, van geleerd. Maar dat moet bij de fabriek. Moet je voorraden kopen. Want anders... Well, je hebt nog geen afzet. Dus dat shirt moet je 300 keer kopen. Nou, ik dacht, lukt me vast wel. Nou, dat lukte even niet. Nee. Ja. Nou ja, maar dat was dus in het begin dat jij dacht van... Ik gooi het bijltje erbij neer. Ja. Nou ja, wat ik al zei, ik heb vaak momenten gehad. Toen was het alleen, ik werkte met een stagiair. En wij zaten met z'n tweeën in mijn kantoor. En ik had al dagen geen nieuwe order gehad. En ik had net een nieuwe collectie geleverd. Aan de webshop en aan Gorilli dan. Mm-hmm. Gorilli bestelde niet bij of zo na 2 weken. Ik denk, wat is dit jongens? En ja, ik wist niet meer wat ik het zoeken moest. Dus dan ga je aan jezelf twijfelen. Zijn de designs wel goed? En dat is het. Je moet altijd in jezelf blijven geloven. En door blijven gaan. En wat is nou het design waar je het meest trots op bent zelf? Grappig is, de Fullstop logo. Dus dat is de of die iedereen kent. Die is gemaakt door een stagiair. Niel de Haas. Shout-out naar Niel. Hij moest een schoolopdracht maken. En moest hij nieuwe logos voor ons ontwerpen. Zeg maar, die hij dan in zijn stageopdracht mee moest nemen. En dan kwam deze Fullstop logo. Die kwam eigenlijk naar voren. En dat is nu mijn best verkochte print. Dus ja, de Fullstop logo heeft wel veel voor me gedaan. Hij heeft wel veel voor me gedaan. En hij vindt het ook allemaal prima. Dat het nog. Ja, hij moest een contract tegen de recharge kan lopen. Dus dat alle rechten voor ons waren. Dus hij kon niet veel doen. Oh, okay, dat is een beetje het Nike verhaal. Dat de jongen die Nike teken ontworpen heeft. Ja. Dat is precies hetzelfde. Ja, maar... Maar Neil, ja. Je kan een shirt ophalen hoor. Maar geen probleem. Volgens mij staan er bij Off The Pitch ook nog wat nieuwere dingen te gebeuren. Qua collectie. Ja, zeker. Heel lang waren we unisex. Dan kocht een dame of een meisje of een jonge dame, om het maar als volksmond te nemen. Een S'je of een XS van de mannencollectie. En vanaf SS 23, dus vanaf aankomend seizoen, zal ik de damescollectie presenteren aan de retailers. En die komt dan in januari, februari volgend jaar dan in de winkels te liggen. Dus ik krijg een kleine capsule dames van Off The Pitch komt eraan. Dus daar ben ik super blij mee. Maar ook heel spannend. Want het zijn dingen die je natuurlijk nog nooit eerder gedaan hebt. Ik heb wel met Broederliefde een stukje dames gebracht. Maar dat is wel een samenwerking met een band. En nu doe je het eigenlijk alleen. Dus ja, een stukje damescollectie komt eraan. En we gaan een collab doen met Robijn Sportswear. Wij hebben nog nooit geleefd aan de sport. Mm-hmm. Maar Roba is een sportmerk die bijvoorbeeld Sparta, Willem II kleedt. Ja, ik ken ze. Ja, gaan wij een sportcollectie maken voor de sportwinkels. Ja, dus dat is wel spannende dingen die eraan komen. En nog meer retailers die ik moet zien. Dus het wordt nog drukker, maar wel leuk. Nee, maar gewoon echt off the pitch. Kijk, ik ken een beetje Engels, dus mij zegt het wel iets. Maar waar komt het precies vandaan? Het heeft wel natuurlijk indirect met jouw voetbalverleden te maken. Ja, maar je moet het zeg maar breder zien. Off the pitch, inspired by that beautiful game. Geïnspireerd van het mooie. Maar het mooie kan alles zijn. Het mooie voor jezelf. Dus als je vertelt net over dat hardstyle waar jij in gelooft en waar je mee bezig bent. Op het moment dat jij bijvoorbeeld opstaat 's ochtends,
waar voel jij je het beste in je qua kledingstijl om naar je show te gaan? Dus dat is voor jou off the pitch. Dan pak je misschien een off the pitch hoodie. Of je pakt een tracksuit. Dan ga je daarmee eens naar je show toe. Nou, en dan voordat je opgaat, dan trek je hoodie uit. Maar dan pak je off the pitch shirt of je blazer of weet ik veel wat. Om dan naar je show te gaan. Dus dat is jouw manier van off the pitch. Een hockeyster of een handballer. Iedereen heeft zijn eigen manier van off the pitch. Ik trek het naar voetbal omdat ik zelf heb gevoetbald. Maar eigenlijk is het voor het brede doelgroep artiesten die naar een show gaan qua rap. Dus het is voor iedereen. En dat moeten mensen echt begrijpen. Het is niet alleen gebaseerd op voetbal, maar echt op het brede doelgroep. Projecteer op jezelf. Het kan ook zijn als je naar je werk gaat. Is ook voor jou off the pitch. Van het buiten je comfortzone treden qua kleding. Of soms juist niet. Dus tuurlijk trek je naar voetbal. Van het veld. Het leven van mijzelf. Van buiten het veld om. Waar voel ik me comfortabel in qua kleding. Dus zo pak ik het bij mezelf op. Maar iedereen kan zichzelf allemaal vertalen in off the pitch. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Jij voetbalt nu nog steeds, toch? Ja, ja. Ja, is dat allemaal nog te combineren? Nee, soms niet. Trainer wordt ook boos, hoor. Hij is vaak boos. Sorry, Ton. maar dat komt gewoon, ja, weet je, ik reis veel en ik ben veel weg. En in de verkoopseizoen bijvoorbeeld is het belangrijk dat ik mijn klanten gewoon zie en netjes zie. Dus, en dat gaat nu gewoon voor. Mijn sociale leven is nu, zeg maar, voor mij gewoon nummer 1 geworden. En ik moet gewoon daardoor gewoon soms voetbal een keer laten gaan. Alles in de weekend, alles door de week. Zoals ik net al vertelde, ik was laatst was ik anderhalf week in Curaçao. Ja, dan kan je niet trainen, dan kan je niet voetballen. Maar ja, je hebt wel het team die op je rekent. Ik krijg ook nog een kleine vergoeding van de voetbal. Ja, dat zijn allemaal dingen die meespeelt. Dus ja, volgend jaar ga ik naar een nieuwe club. En dan is het ook mijn laatste jaar. En dat ik gewoon voel van, na het laatste jaar bij de eerste elftal. Ik zal altijd blijven voetballen, want het is ook goed voor je mind. Dan wil ik iedereen altijd aanraden om altijd, zeg maar, te sporten. Omdat het maakt je hoofd gewoon rustig. Althans, het maakt mijn hoofd rustig. Om even echt nergens aan te denken. Dus ik zal altijd blijven voetballen. Maar dan wel op een lager pitje. Dus volgend seizoen op een normaal niveau. En dan ga ik lekker met vrienden voetballen of zo. Maar je gaat dus volgend jaar volgens mij toch naar een nieuwe oude club van je? Ja, ja, de cirkel is rond. De krantenknipsel die zei het al. Dus de cirkel is rond. Want ik ga naar Meeuwplaat, de club waar ik ook begonnen ben op mijn 8e leeftijd. Ja. En dus nog een jaartje ballen en dan alles. Nog een jaartje ballen en dan kappen we ermee. Want met off the pitch komen er echt hele leuke en drukke tijden aan. En daar heb ik gewoon mijn volle focus voor nodig. En dat merk ik aan mezelf. En ik wil niet overlopen. Dus dan moet je voor jezelf goed focussen en projecteren wat belangrijk voor jezelf is. Ja. En dat is zeker sporten. Maar sporten kan dan op een hele andere manieren. En dan is voetbal niet meer, jammer genoeg, niet meer mijn kindje. Maar over de pitjes in mijn kindje. Dus, nou, dat is een hele mooie. Ja, ja, dus dat is het eigenlijk. En als jij een advies moet geven aan, je had het net al even over jongens, maak je school af. Maar als je zeg maar nieuwe upcoming designers, die iedereen wil dit natuurlijk, zou dit willen bereiken als je in de design zit of in de fashion. Of heb je nog een tip of een ding waar je zelf van dacht van nou? Blijf altijd jezelf geloven. Ook als je denkt dat het niet meer kan of niet meer lukt. Geloof nog steeds in jezelf. Want ik heb ook vaak momenten gehad dat ik dacht van oké, ik geef het op. Jezus Christus. Weer een maand met 12 orders maar op je webshop. Of nee, dit wordt hem niet. Dus zo heb ik wel vaak gezeten. Maar ik bleef in mezelf geloven. Ik bleef geloven dat wij dit konden. En uiteindelijk lukte het. Door een bepaalde afzet te hebben. Dus mijn tip is eigenlijk van als je ergens in gelooft, ga er 100% voor. Nee, ga er 200% voor. Dan weet ik dat je alles aan gedaan hebt. En als het dan niet is gelukt, dan kan je jezelf in de spiegel aankijken. Maar eigenlijk gewoon keihard werken en nooit opgeven, dan kom je er wel. Ja, dat is een hele goede les. Ik bedoel, ik heb het zelf ook wel. Ik doe iets in de hardstyle, dat weet jij vast niet. Maar daar heb ik ook geleerd dat je
volhouden is aanhouden is uiteindelijk je doelen bereiken. En ik vind dit een hele mooie afsluiter, denk ik, van de podcast al. En ik vond het heel gezellig om jou hier te mogen hebben, Brian. Dank je wel. Klinkt misschien een beetje serieus, maar... Nee, ja, het was wel een serieus gesprek. Maar ik bedoel, heel veel mensen die mij kennen weten dat ik een goed lachse jongen ben die vaak grapjes maakt en dergelijke. Maar ja, tegenwoordig ring je probeer je natuurlijk... Ik ben gezicht van het merk en moet je soms ook wel serieus zijn. En dat heb ik in de laatste jaren wel weten te leren. Want ja, zoals ik al zeg, als je gezicht van het merk bent... Dan weten mensen heel snel het herkennen. In het negatieve, in het positieve, maar ook in het negatieve. Dus ja, je bent wel een beetje een boegbeeld. Ja, dus je moet wel opletten wat je doet en wat je zegt. En dat was voor mij in het begin wel lastig, omdat je daar geen rekening mee hield. Maar nu gaat het steeds beter af. Ja, dat mensen je ineens kennen. Ja. Dat is het een beetje, ja. Ja, mensen kennen je ineens en dergelijke. Dus, Nou, tof man. Heel veel succes. Dank je wel. Zou ik zeggen. Dank je wel. En welkom voor de... Voor de hele reis naar Deurne. Ja, het was een lekkere reis. En ik hoop je nog veel te zien hier in de winkel, Brian. Zeker. En veel succes met Off the Pitch. Dank je wel. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken en het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende keer, jongens. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Dit is Vamos, de podcast.